Maatje heeft het uitgemaakt met haar vriend omdat ze alleen een boerenjongen wil zodat ze zijn bedrijf over kan nemen. Wat? Oh, wat is dit voor een vraag? Wie heeft het bedacht? Ja, Max heeft zijn hond. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb jullie gisteren gevraagd. Ach, gisteren? What? Ik heb op Insta gezegd, gadver, wat komt er allemaal bij jouw ding aan? Water. Oh, eeuw. Oh, shit. Oh, nee. Oh nee! Gerrit en Max. Oh. Is hij kapot? Je zei het nog! Je zei het nog! Ja. Je moest even binnen blijven staan. Omdat het hier zo was. Weet je wat het is? Gerrit die staat nooit vast omdat ze hangt. Dus Gerrit die is tegen Max aangerend en Max die heeft nou dus iets kapot getrokken. Dat is het probleem geweest. Gerrit. Oh. Ik denk dat hij hard. Max is echt zo lui, hè. Oh my god. Gerrit heeft iets door het touw heen geknald. Nou jongens, dat was nog eens een te gekke intro. Even een samenvatting van wat er net gebeurde. Gerrit schrok van de shovel. Die rukte zich los. Die heeft Max meegetrokken. Toen zijn ze naar buiten gerend en door het hek gerend. Dus ja, maar in ieder geval, we gaan vandaag roddels bevestigen en ontkrachten. Ik heb dus gevraagd op Insta of jullie nog roddels hadden. Dus ik heb hier, ik ga ze even voorlezen. Ja. Ja, wat is Simon? Ik heb gehoord dat Simon met Sanne is. Nee. Nee? Maar waarom zouden ze dat denken dan? Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen mensen, maar nee, ik heb geen. Ik heb geen relatie met Sanne. Sarai was wel je eigen paard, maar je vond hem niet meer leuk. Ik denk dit niet, maar heb wel veel gehoord. Nou ja, dat is onzin, want ik heb echt 10 miljoen keer gezegd dat Sarai mijn leasepaard is en niet mijn eigen paard. Dus nee, Sarai was niet mijn eigen paard. Simon heeft een relatie met een van de YouTubers. Nou, ze vinden jou wel echt helemaal fantastisch hè, met die relaties. Nee, ik heb geen relatie met een YouTuber. Nee? Nee. We hebben toch een relatie? Ja. Nee, dat vind ik echt niet kunnen hoor. Ik ben zo teleurgesteld. Je had in eerste instantie liever Sarai gehad als eigen paard voordat je naar Max ging kijken. Absoluut niet. Jouw ambities liggen. Dat is niet mijn ambitie, inderdaad. Dat is een hele goede verwoording, hè, lieverd. Jullie hebben de sketches bedacht van het YouTube-kanaal Indraaf. Nou ja, dat is onzin. En sowieso vind ik het onzin dat mensen zeggen, jullie hebben na. En jullie doen niet na. Want het is gewoon heel stom dat je dat zegt. Iedereen doet wel eens sketches of wat dan ook. Dus we, ja, het is niet dat we naapen of zo van mensen. Dat zeggen ons. Wie is dit? Nee. Dat is ook... Oh, dat valt nog mee. Maar toch. Oké. Oh hier, Maatje was jaloers op Nienke dat zij wel een eigen paard had en daarom kocht Maatje Max. Wat? Daar komt de aap uit de mouw. Nou, komt de aap uit de mouw hoor, ja. Oeh, nee. Ik was absoluut, ja, natuurlijk was ik jaloers. Ik had ook wel een eigen paard. Volgens mij hebben jullie allemaal een eigen paard. Dus ja, ik was wel jaloers. Maar ja, daarom is dat is niet de reden dat ik Max heb gekocht. Maar, dat is een verstoord. Maatje wil alleen een YouTube-kanaal met paarden om bekend te worden en ze houdt niet eens van paarden. Nou, Simon houdt van paarden? Nee. Nee, het is deze roddels en bevestigd, want ik wil alleen maar beroemd worden en ik vind paarden verschrikkelijk. Daarom heb ik ook een eigen paard. Ik vind Maatje ook echt rotbeest. En ja, nou ja, eigenlijk. Oh, dat was helemaal fout. Nee jongens, ik hou van paarden en dit is echt onzin. Stiekem heeft Maatje een crush op Simon. Het is wel dat ik single ben, maar Simon, nee. Nee, ik ben niet, nee. Het spijt me.
Maatje heeft het uitgemaakt met haar vriend omdat ze alleen een boerenjongen wil, zodat ze zijn bedrijf over kan nemen. Weet je wat mijn moeder zei toen ik dit voorlees aan haar? Ja. Ze zei, is dat niet een klein beetje zo? Is dat helemaal mam? Dat is zo lullig. Oké, ten eerste. Mijn vriend, ex-vriend, heeft het uitgemaakt met mij. Dus dat kwam niet van mijn kant. En ten tweede, ja, tuurlijk zou een boerenjongen leuk zijn. Maar ja, ik ga niet op zoek of zo naar iemand, dat vind ik onzin. Farm date. Ja, we gaan nog een farm date, hè? Ja, dat is leuk. Oh, deze is wel leuk. Hier, Maartje ging al helemaal stuk toen, want Maartje... Ja, Maartje en ik spreken ook nog als privé dingen, dus... Dat was wel een hele leuke. Heel erg privé. Sorry. Proddel, zij me is nog niet ontgroend. Jawel hoor. Don't worry. Don't worry! Nee, ja, ik ben wel ontgroend, jongens. Echt? Ja. Oh my god. Ik nog niet hoor. Nee. Nee, ik heb 3 jaar vriend gehad, maar ik ben nog niet ontgroend hoor. Oh, dit is wel leuk. Jullie zijn eigenlijk geen vriendinnen, maar jullie doen het alleen voor YouTube. Want in werkelijkheid haten jullie elkaar. Kijk, ik heb deze gehoord, maar ik geloof er niet in. Ja, ik haat Nienke. Nee, grap jongens, dat is niet waar. En we douchen samen. Oh. Maar... Wat is dit? Waar hebben mensen dit gehoord? Wat is dit voor rare dingen? Maatje gebruikt nooit deo en mensen op stal hebben last van haar geur. Nou, Lotte. Ik bevestig dit. Ja? Ja, je ruikt wel een beetje... Nienke haat Max en heeft Maarten gedwongen om Max te verkopen. En ze heeft dit op haar manege gehoord. Gedwongen om te verkopen? Maar ja. Toch is die er nog. Raar. Dat is wel heel raar. Nee, dit klopt niet jongens. Nee, echt niet. Sorry. Maarten en Nienke zijn op Simon. Waarom is iedereen verliefd op Simon, jongen? Ja, zo krap dan. Ja, Simon is echt lekker. En Simon moet iedereen in de relatie. Ja. Uit. Wat? Het ziet er zo wel echt heel verliefdachtig uit. Maar zijn we verliefd? Zo. Simon heeft ruzie met jullie. Jullie doen het voor de views. PS, dit geloof ik zelf niet. Dit zijn een groepje beide op het manege. Maar wat heeft... Wat voor manege's hebben jullie? Maar wat heeft... Dat jij ruzie heeft met ons. Wat heeft dat te maken met dat wij doen voor de views? Dat heeft toch helemaal niks... Volgens mij bedoelt ze de samenwerking. Zeg maar. Dat we samenwerken. Volgens mij bedoelt ze dat. Ik snap er helemaal geen... Nee, ik heb geen ruzie met hun. Nee, echt niet. Nee, en wij doen niet alleen voor de views. Zullen we een opsteker? Wat? Oh, wat is dit voor een vraag? Wie heeft het bedacht? Max heeft eigenlijk die hele erge ziekte, weet je wel? Maar Maatje wil het niet zeggen. Jongens! Maatje vindt Max een plofkip. Ik heb gehoord dat Maatje Max van de slager had gered en dat ze daarom zoveel aandacht aan hem geeft en dat hij daarom ook nog wel eens dingen niet helemaal goed doet. Ik heb geen idee of het waar is. Jongens, Max is niet van de slager. Jullie willen al heel lang een Shetlander als mascotte erbij kopen. Maar wie heb je dat nou weer gehoord? Hebben we dat ooit gezegd? Dat waren jullie toch? Ja, dat was kampioen. Wij wouden dat, Emma en ik. Maar niet Sarissa. Niet wij. Het liefst wil je Max ruilen voor een tractor, jongens. Hou op met het woord tractor. Het is trekken. Maar dit gaat niet omdat je niet raar wil overkomen. Max, en even vergeleken met hoeveel een trekker kost. Een trekker kost 2 ton. Dat is zoveel. En Max die kost misschien... 1% daarvan. Ja. Dus ik denk als ik Max verkoop, dat ik misschien 2% heb van de chandelier of zo. Of 3%. Het voorfilmpje is echt dramatisch. Nou mensen,
Leuk dat jullie nog gekeken naar deze video. Wij gaan waarschijnlijk misschien nog een roddels deel 2 maken. Dus heb je nog sappige roddels over Simon en over mij? Laat ze dan even onder in deze reacties. En abonneer even, like deze video en tot de volgende keer. Doei! Doeg.